De naam, ja, we zijn er wel voor uit. Vooral de dingen die echt niemand je van tevoren vertelt wanneer je zwanger bent. Hallo. Hey, goedemorgen. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is maandag. Het lijkt jammer. We beginnen maandag een dag met een lach. Jola die maakt de laatste tijd af en toe haar pauzehapjes zelf. Zullen we afspreken 3 of 2 keer in de week? Ja, om te beginnen. Als de baby er straks is, is het wel handig als je het gewoon altijd doet zelf. Maar dan moet je wel wat beter inschatten met tijd, want je hebt nu nog 2 minuten. Daar zijn we dan, 32 weken. Ik heb weer zwart aan, dus het kleedt wel weer een beetje af. Wow. En ik heb die band om, omdat ik zo'n last van mijn bek heb. Draag ik die nu echt bijna elke dag. En dan mijn gewicht. Dus ik ben nu al 16 kilo zwaarder dan normaal. Maar, volgens mij was ik dit keer, voordat ik zwanger was, al iets zwaarder dan normaal. Volgens mij was ik toen iets van 64, 65. Ik stond nooit op de weegschaal. Dus ik ben er heel erg content mee. Nog steeds eventjes ter info van de mensen die het niet weten. De vorige keer ben ik dus 30 kilo aangekomen. Maar ook een groot gedeelte in de laatste weken. Dus be prepared. Zo, en dan ga ik jullie straks heel eventjes laten zien wat ik heb gekocht dit weekend. We hebben een paar spulletjes gekocht. Sommige dingen zitten helaas ingepakt, want dat is voor vrienden. En ik heb een kraampakket gekocht. Dus die ga ik even uitpakken met jullie. Eens even kijken wat daar allemaal in zit. Dat heb ik trouwens volgens mij bij mijn bevalling met Jola helemaal niet eens uitgepakt. Want dat moet je kopen en dat kreeg je. En dat stond daar in de hoek. Maar pas tijdens de bevalling werd het opengemaakt door iedereen. En ik heb zelf eigenlijk nooit precies gezien wat er nou allemaal in zit. En verder die spulletjes. Er heel veel cadeautjes gekocht. Er is binnen onze vriendengroep echt een babyboom gaande. Dat vind ik zo erg leuk. Ik heb dat heel erg gemist tijdens mijn zwangerschap. Of eigenlijk alles heb ik dat gemist met Jola. Want ik was van mijn hele vriendengroep en vriendinnen was ik eigenlijk de eerste die met kinderen begon. Ik was natuurlijk ook best nog wel, nou niet heel jong, maar wel vrij jong. Verder ga ik gewoon lekker mijn Q1 doen van de Q4 doen vandaag. Dat betekent administratie. Heel saai. Zal ik jullie verder niet mee lastigvallen. Maar het hoort er ook bij. Wanneer je een eigen bedrijf hebt, dan moet je eens in de 3 maanden even al je belasting doorgeven aan de Belastingdienst. En dan betalen vooral. Vaak. Ja. Ik sta in de babykamer. Sorry voor het geluid. Dat zijn de stucadoors. Maar er waren een aantal mensen van jullie die zeiden wat de naam. Die staat daar achter jou. Nee. Dus we zijn er wel voor uit inmiddels, denk ik. Hoop ik. Een soort van 90%. Ik ga de dingetjes laten zien. Deze heb ik gekregen van vrienden. Super schattig, hè? Die Skechers. Dat zijn broekjes. Deze hebben we nog gekocht. Dat is super handig. Hier te leggen. Oh ja, en dit pakje van Kuka. Dat is in de aanbieding. En in de zomer, dan past die dat natuurlijk al. Het is een super leuk broekje erbij. Hema. Nog meer Hema. En ook rompertjes van de Zeeman. Die zijn zo zacht deze. Jammer dat ik jullie niks kan laten voelen over de camera. Dit is zo zacht. Dit weet ik wel, dat ik heel veel van dit soort broekjes wil. Die orkers. Oh. Van die wandjes tegen het krabben. Kennen jullie dat? Het stond namelijk op de uitzetlijst dat je dit moest hebben. Maar ik kan me niet herinneren dat ik het met Jola ooit echt gebruikt heb. Bij de Action of zoiets nog even meegenomen. Zo'n hele kleine voor hier op de babykamer. En nu is het de bedoeling dat ik ga leren. Zo, there we go. Ik heb dus een kraampakket gekocht en niet gekregen van zorgverzekering. Omdat mijn zorgverzekering dat alleen gaf bij een van de allerhoogste zorgverzekeringen die ik niet heb aanvullen. Nou, fantastisch. Een matrasbeschermer. Lijkt me inderdaad wel handig bij de bevalling en incontinentie. Jola gaat hier altijd om lachen als ze dit ziet. Vind ik echt gemeen.
Dat zijn toch ook wel de dingen die echt niemand je van tevoren vertelt wanneer je zwanger bent. En die ik nu helaas al weet voor de volgende keer. Hoe erg dat wel niet is, die periode daarna met hechtingen en navelstrengklem. Ah, die gaat dan met navels. Ook heel handig. Die zou ik nog vaak moeten bijkopen. Ik hoor trouwens heel veel verschillende verhalen over herbruikbare of deze. De ene die zegt dus tegen mij, die je moet echt van die herbruikbare gaan gebruiken. Dat is zo handig. Een ander die zegt weer, nee dat is echt heel irritant en je moet gewoon deze nemen. Gaascompress. Nog meer gaascompress. Ja, allerlei van die dingetjes die onder je gelegd kunnen worden. En nog twee grotere. Mochten jullie nog iets over hebben, dan kan het naar die stichting en dan help je daar weer anderen mee. Oh ja, alcohol is ook heel belangrijk voor het ontsmetten van de thermometer. Wat een verband. Oh ja, en tape. En dan laten we heel eerlijk wezen, de bevalling is natuurlijk niet dat je zegt van oh wat leuk, daar heb ik echt zin in. Maar die week daarna, die pijn, dat vind ik eigenlijk veel erger dan de bevalling zelf. De food of today is niet zo boeiend. Dat heb je ook wel eens die dagen. Ik eet zoete aardappel, ga ik maken met broccoli. En deze vegetarische oosterse schijven. Eten, want morgen wil ik dus gebruiken om te gaan leren. En ik heb deze week dus 3 dagen cursus. Dus die dagen kan ik ook alle 3 dagen niet editen. Althans niet tot aan mijn examen, want dan moet ik niet editen, maar leren. Dus dat heb ik nu. Wil ik dan die laatste 2 vlogs nog eventjes editen in 1 avond. Dus let's go. I did it. Het is precies 10 uur en ik heb 2 vlogs geëdit. Dus ik ben nu helemaal klaar voor de rest van de week. Dat betekent dat ik gewoon lekker morgen kan focussen op andere dingen. Zoals, very important, het leren. Ik heb trouwens laatst ook besloten met een vriendin dat we naar de 9 maandenbeurs gaan. En waarom ik dat zo super, super, super extra leuk vind. Ik kom eigenlijk al jaren op de 9 maandenbeurs. Dat komt omdat mijn moeder in de babybranche werkt. En ja, ik ging altijd mee met mijn moeder. En het kriebelde altijd al dat ik gewoon een baby wilde. Dus toen ik zwanger was van Yola ben ik ook gegaan naar de 9 maandenbeurs. En kijk maar naar de datum. Yola is geboren op 21 februari. Dit keer begint die op 21 februari. Ik ben dus ook echt een dag daarna bevallen van Yola. Ik was 40 weken plus nog iets van 4 dagen zwanger toen ik naar de beurs ging. Dus, en ik heb er ook nog een blogje over geschreven. Check die hieronder even. Hartstikke bedankt voor het kijken voor vandaag. Abonneer voor meer. Doei, dank je. Rock that joint.